Yes, daar zijn we weer. Gloednieuwe video voor jou, helemaal gratis. Mijn naam is Paul van Sprundel en ik wil je meenemen hoe jij je leven compleet kan veranderen in 1 jaar of zelfs in 6 maanden tijd. Deze video is voor iedereen die vastzit in een studie of een baan of voelen dat ze gemaakt zijn voor meer in het leven. Dat je voelt van, hey, ik zit nu in een studie, ik vind helemaal niks en ik zou graag willen ondernemen of ik zou graag de wereld willen rondreizen. Ik zit niet hier op mijn plek of je denkt, ik zit meer in mij. En hoe kan je dit doen? Ik ga je precies uitleggen hoe ik dat heb gedaan en hoe jij dit voor jezelf kan gaan doen. Oké, laten we er gelijk induiken. Mijn geheime ingrediënt tot succes, waarin je gemakkelijk kan gaan domineren. Hoe outperform je de gemiddelde man? Nou, mijn verhaal over stoppen met alcohol. Ik ben eigenlijk dit jaar volledig gestopt met alcohol. Ik ben succesvoller geworden dan ooit. En ik denk dat dat ook een cruciale rol heeft gespeeld in mijn leven. Ik ben nooit een hele grote drinker geweest. Alleen wanneer ik dronk, ging ik dus all in. En dan ga je dus vaak te ver. Kennen het allemaal wel. De lelijke waarheid van alcohol is eigenlijk dat ik het gebruikte, eerlijk gezegd. Om bijvoorbeeld, ik had alcohol nodig om bijvoorbeeld dat meisje aan te kunnen spreken in de club. Of bijvoorbeeld om te ontsnappen van de realiteit in het weekend. Niet dat ik dit elke week deed, maar dat was wel de reden voor mij om alcohol te gebruiken. Ook met de gemiddelde mensen met wie ik hangde. En eigenlijk, ja, eerlijk gezegd, de meeste mensen met wie ik heb gehangen die alcohol hebben gedronken, zijn echt low quality mensen. Dus ja, en het is een motivatiestelen. Je maakt slechtere beslissingen daarna door te stoppen met alcohol. Dus door te stoppen met alcohol kan je dus al meer succes gaan behalen in het leven. Word fit. Ja, dit maakt het leven 10 keer makkelijker. En voor mij was dat de eerste stap, was stoppen met alcohol. Je bent nu gestopt met alcohol. Hierdoor heb je dus wat geld over dat je kan investeren in een gymabonnement plus gymaccessoires. En vind hierbij een fitness influencer online die een lichaam heeft die jij zou graag willen. En investeer gewoon in een trainingsprogramma. Zowel training als voeding. Dit doet zoveel met je geest en lijf. En zorg ervoor dat je dus dagelijks sport. Ik raad of aan 3 keer in de week full body als je begint. 4 keer in de week upper lower. Of 5 keer in de week push-pull, legs, upper-lower. Dat zijn eigenlijk de 3 schema's die ik aanraad als je begint. Als je echt een beginner bent, begin dan met 3 en bouw het langzaam op. Het moet voor jou ook een gewoonte zijn en het moet ook leuk zijn dat je het vast kan blijven houden. Vind wat goede maat om samen mee te trainen, wat het alleen maar veel leuker maakt. En eigenlijk sinds dat ik ben begonnen op mijn 17e met gymmen, ben ik dus een vriend tegengekomen in die gym. En met die vriend ben ik eigenlijk mijn eerste dropship business begonnen. Dat is best wel grappig. En dat zie je vaak terug in mensen die dus ondernemend zijn. Ze zijn ook sportief en fit bezig in de sportschool. En dat is ook een van de dingen. Als je in de sportschool bent, je wilt het meeste uit jezelf halen. En dat is vaak ook waarom veel van deze mensen dus high performers zijn en high achievers en ondernemers uiteindelijk worden. Oké, zoek een mentor of een community. Ik heb eigenlijk alles geprobeerd in het begin zelf uit te zoeken toen ik zelf begon met mijn online onderneming, mijn dropshipping. Ik dacht dat ik zelf alles wist, alleen alles ging compleet mis. Nou, waarom is dit belangrijk? Je wordt gemiddelde van de 5 mensen waar je het meeste mee omgaat. Dat is een quote, daar ben je misschien al mee doodgegooid, maar dat bedoel ik niet alleen met de mensen uit je omgeving, maar ook de mensen op je telefoonomgeving. Dus kijk eens wie je allemaal volgt. Kijk wat voor bullshit je volgt en ontvolg al die voetbalaccounts, al die motivatieaccounts, al die chicks die jou niet willen in principe op dit moment. Daar heb je gewoon niks aan. En door het investeren in dus een mentor, bespaar je niet alleen tijd en geld, omdat hij heeft al het resultaat wat jij wil. Nou, kijk bij deze persoon of die dus een bewezen track record heeft, of die de resultaten heeft die jij graag zou willen behalen. Dan behaal je 10% van dat resultaat. Zou dat voor jou al heel veel schelen. Nou, vaak hebben deze mentors ook een community met allerlei like-minded people. Dat heb ik ook in mijn community. Ik geef 1-op-1 coaching voor dropshippers en voor bolverkopers. En in principe iedereen die mijn programma joint, die krijgt ook toegang tot mijn netwerk. Mijn netwerk met eigenlijk alles wat je nodig hebt voor je dropshipping business of voor je bol business. Maar ook mensen die in mijn programma zitten, die 10.000 euro's per maand verdienen, 100.000 euro's per maand verdienen. En eigenlijk vrij zijn van een baan of studie voor de rest van hun leven. Nou, deze community kan je dus omhoog helpen en verwijder negatieve relaties. Dus mensen die jou omlaag brengen in het leven, verwijder deze. En het internet is je vriend. Je kan mensen echt online heel erg snel vinden. Alleen zorg ervoor dat je ook wat te brengen hebt uiteindelijk. Zo ben ik zelf eigenlijk ook begonnen. Ik heb pas vrienden gemaakt. Of in ieder geval mensen om me heen verzameld. Toen ik het al redelijk hard gemaakt had. Ik heb het best wel in mijn eentje allemaal gedaan. En het had me veel sneller naar punt B kunnen brengen. Als ik de juiste mensen kende. Want netwerken is extreem belangrijk. Maak ruimte om na te denken. Maak tijd vrij voor jezelf. Leg je telefoon neer en ga nu naar buiten. Dus
Pauzeer deze video, gooi die telefoon weg, of dat je op de telefoon kijkt, of op je tv, op laptop. Computer maakt mij helemaal niks uit. Leg je telefoon neer, ga naar buiten, ga een rondje lopen. Als je momenteel 9 tot 5 werkt of studie, neem een volledige dag vrij en spreek niemand en ben met jezelf helemaal alleen. Ja, wat dit ervoor gaat zorgen, is dat jij helemaal alleen bent met je gedachten. Eigenlijk zijn we als mensen altijd constant bezig met telefoon of werk of sport of ergens iets aan het doen en hebben eigenlijk geen moment meer voor onszelf. En door dit toe te passen, kan je dus eigenlijk nadenken. Wat gebeurt er als je nadenkt? Je denkt na en je denkt van, hé, wat wil ik in het leven? Wat is voor mij belangrijk? En hoe ga ik dat bereiken? Nou, maak jezelf ook even bang. Hoe ziet je leven eruit over 10 jaar als je hetzelfde blijft? Dus, zit je nu in een situatie waarin je niet wil zijn en je denkt over 10 jaar, als het allemaal zo blijft, hoe ziet mijn leven er dan uit? Wat had ik graag willen doen, et cetera. Inspireer jezelf. Kijk mijn video over hoe maak je jouw droomleven. Die link zal ik hierin onder de omschrijving zetten. En daarin kan je in 6 maanden jouw volledige leven veranderen. Oké, let's go. Maak elke dag doelgericht. Een aantal van mijn dagelijkse gewoontes die ik eigenlijk de afgelopen jaren hou. Mediteren is 8 minuten, boek lezen is 10 minuten, gym/sport is 1 uur plus, content maken en werken aan mijn business. Ik plan altijd mijn hele week vooruit. Ik plan tegenwoordig zelfs hele maanden vooruit. Zet 5 doelen elke dag die je graag wilt afstrepen. En deze doelen zijn te staken. Dus ga naar de gym of lees een boek. Of geef een dag een schema. Heb een soort richtlijn van wat je gaat doen. Als je zonder planning gaat, dan weet je echt niet wat je aan het doen bent. En als allerlaatste ga ik je vertellen hoe ik uit de Matrix, dus aanhalingstekens, voor altijd ben ontsnapt. Ik nam een 9 tot 5 kantoorbaantje. En daar werkte ik eigenlijk 40 uur in de week. Ik verdiende €2000 per maand. En eigenlijk alles wat ik daar verdiende uit die baan, investeerde ik gelijk terug in mijn eigen business. Nou, ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders. Ik had geen vaste kosten, alleen de scooter en gewoon een gymabonnement. En kleine kosten, weet je wel. Wat echt niks spannends was. En eigenlijk na 6 maanden tijd, precies. Ik had het ook in mijn hoofd gezet. Na 6 maanden stop ik. Had ik dus €2000 winst. De eerste keer als ondernemer voor mijn dropship business. Toen ben ik er gelijk mee gekapt. Gelijk al ingegaan op mijn dropshipping business. Ook gelijk naar Marbella gegaan. In de omgeving gekomen met alleen maar mensen met dure auto's. En gezien hoe het leven ook kan zijn. En eigenlijk heb ik in 6 maanden tijd mijn hele leven veranderd. Dit was geen makkelijke tijd. Ik ging van 9 tot 5 ging ik naar mijn baan. En 5 tot 9 werkte ik. En ik deed ook nog 9 tot 11 gym. Dus ik was echt helemaal gesloopt. Ik was zelfs bijna zo in een burn-out richting het eind van het jaar in december, dat ik in mijn eentje een week weg was geweest naar Gran Canaria, omdat ik niet meer het kon opbrengen om nog te gaan werken voor de baas en dit allemaal te combineren. Ik werkte echt 70 uur in de week en dan ook nog gym erbij. Ik maakte hele lange dagen, maar dit heeft er wel voor gezorgd dat ik mezelf vooruit heb gezet op de rest van mijn leeftijdsgenoten die nu nog in de studie zitten of een baan. Dus ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze video. En ik zie je graag terug in de volgende video. Volg me op Instagram. Abonneer op dit YouTube account. Laat een like achter. En ik zie je terug. Ciao, ciao.